Vaak als ik mijn trainingen geef, krijg ik de vraag, hoe kan ik nou tekst over een afbeelding plaatsen? Want ik kan wel een aantal opmaakopties veranderen, maar bijvoorbeeld niet een afbeelding achter tekst zetten. En dat ga ik vandaag laten zien hoe je dat wel kan doen in een Google document. Dit kan namelijk door Google tekeningen te gaan gebruiken. Als we klikken op invoegen en gaan naar tekening en een nieuwe tekening gaan maken, laat ik dit je zien. In Google tekeningen gaan we een afbeelding toevoegen en dat kan ik doen door op zoek te gaan op internet of eentje toe te voegen die al in Drive staat. Wanneer de afbeelding erin staat, kan ik bijvoorbeeld pijlen trekken of lijnen zetten, maar kan ook tekst toevoegen bij deze tekening. De opmaak van deze tekst kan ik natuurlijk ook gewoon aanpassen, zoals de lettergrootte, kleur en lettertype. Als we tevreden zijn met deze tekening, klikken we op opslaan en sluiten. We zien nu dat de tekening zoals we hem hebben gemaakt is ingevoegd in ons document. En daarbij staat dus wel de tekst over de afbeelding. Was het filmpje nuttig? Deel hem dan vooral met je collega's. En wil je meer weten of heb je interesse in een training van ons? Kijk dan op onze website cloudwise.nl/academy.